De makelaar is net weg voor een kennismaking, verkoopgesprek. Kan je zelf de bezichtigingen doen? Nou, lijkt me ook wel grappig. Gewoon voor het eerst. Ik heb nog nooit zoiets gedragen. Nou, wel leuk. Ah, een beest! Oh, nee! De Lise Bourgogne heerde. In deze borrelplank is ook af. Ik ben niet zo van dit soort weekendjes. Ik vind het altijd best wel spannend. Ik ben toch zwanger, dus het boeit niet als mijn buik dik is. Ons liedje en dan moeten we de catwalk doen. Het was echt heel eng. Ik kon haar volgen, maar ze zag gewoon letterlijk niets. Oh, had ik dit ook laten zien. Later als volwassene echt issues kan hebben omdat je als baby te lang alleen bent gelaten. Hallo, de makelaar is net weg voor een kennismaking, verkoopgesprek en ik heb akkoord gegeven, want ik vind het helemaal goed. Dit bedrijf, mijn ouders hebben hier ook wel eens hun huis mee verkocht. Ik wilde gewoon in ieder geval gewoon een goed bedrag voor dit huis, want ik weet dat dit huis echt als een gek zo populair is. Dus dat vond ik belangrijk en wat de kosten zijn voor de makelaar. Je hebt 6,65 vaste kosten voor alles wat erbij komt kijken en dan nog 1% van de verkoopprijs. Dus ik heb gewoon gezegd dat ik het goed vind. En dan twijfelden we tussen een wat lager bedrag online zetten of wat hoger. Hij zei bij laag komen er weer meer mensen op af. Bij hoog minder, maar ja, je hoeft ze maar één te hebben. Dus ik kies toch voor dat hogere. En even besproken hoeveel geld ik er zelf in heb gestopt. Nou, met alle kosten die erbij zijn, komen kijken toch bijna wel zeker 30.000. Dus allemaal dat soort dingen. En besproken wat ik dan voor de foto's nog even moet doen. Ik moet dat dacht ik zelf ook, van de meubels buiten dat tête-à-tête setje weg. Want daardoor lijkt het best wel klein. Alle schade bijwerken, de laatste stopcontact dingetjes fixen. Meterkast even opruimen met al die tasjes. En dan wil ik zelf even de ramen buiten goed lappen en balkon buiten. Iemand belt mij. Met Charlotte? Hey. Oké, doei. Hij vroeg naar mijn energielabel. Maar die, ik heb zo'n rare overdracht gehad hier, dus echt bizar. Dus ik moet ook al mijn formulieren gaan zoeken. Nou, leuk. Spannend. Ja, ik hoop gewoon, hij zei ook al, er zijn meerdere mensen die dan echt een mooi kookeiland hebben. En de mensen die het kopen halen het er bijvoorbeeld uit. Dat je denkt, oh, zo zonde, je moet echt een vrouw of zo hebben die precies mijn smaak heeft. En die alles helemaal mooi vindt. Ik zal even een memo sturen naar mijn ouders en naar En ik ga even mijn eitjes eten, want dat moest ik ook nog doen. Oké, krijg ik nu dus een mailtje met zoals besproken, bla bla van de makelaar. En dan staat er... ineens inclusief btw 1,21% in plaats van 1. Dat is gewoon een vijfde erbij. En ook voor het vaste bedrag, gewoon bijna 700. Dus ik zeg, ik zei dat het ex-BTW was. Nou, dat heb ik niet opgeslagen, maar dan weet ik het niet. Weet je wel, dan vind ik het echt wel duur. Zit ik te kijken, heb je makelaarsland, dan kan je huis verkopen voor... Dan kan je zelf de bezichtigingen doen. Nou, lijkt me ook wel grappig. Dan is het 15,75 totale kosten. Of als zij alles voor je doen, 32,50 bijvoorbeeld. Dan heb je ook nog kijkmakelaars of zo. Nou, all in voor 3,950. Iets duurder dus. Dus die, ja. Dit, kijk, als je nou een moeilijk verkoper huis hebt. Oké, goede makelaar inhuren, weet je wel. Maar nu denk ik, ja. Het was al vrij duur wat hij zei. Maar ik vind het toch niet zo leuk dat je dan... Ineens, ex-BTW, wat heb ik aan ex-BTW? Ik ben geen bedrijf, weet je wel. Ik moet dat gewoon betalen. Dus kijk, dat jullie het afdragen, daar heb ik geen boodschap aan. Dat jullie dat aan de belasting moeten afdragen. Dus dat vind ik dat toch niet zo leuk. Zonde van zijn tijd, maar ook van mijn tijd. Zeg dat dan gewoon, benoem dat dan duidelijk. Want ik zal heus niet de enige zijn die hierover struikelt. Dan denk ik, ja. Dan ben je dus, ik had het berekend, 5600 euro ruim kwijt. Terwijl ik het dus ook kan doen voor 3200 euro. Of zelfs zelf doen. De bezichtigingen. En dan 1500. Ja, zegt ik weet niet of je de bezichtigingen zelf doet. Maar in ieder geval scheelt het dan alsnog 2.500 euro. Dus oké. Ik ga eventjes mijn haar borsten. En ik ga even de to-go-boek halen bij die bakker. Want ik heb er nu weer eentje gekocht. En dan ga ik even naar mijn berging. We moeten morgen met als artiest. Dus ik dacht ik kan wel als Spice Girl. Maar ik weet niet of ik al die spullen nog kan vinden. Dus ik ga even zoeken. Ik ga mijn auto leegruimen. Ik ben heel slow, want ik heb tekort geslapen. Dus daarom ben ik heel lui vandaag. Maar ja. Ik heb ook best wel wat mensen die mijn huis rechtstreeks van mij zouden willen kopen. Maar ja, die willen dan niet het bedrag betalen wat je er funda voor krijgt. Dus dat vind ik dan zonde. Oké, bye. Oh my god, look at my belly. Inhouden. Uit. Nou, ik ben in ieder geval weer thuis. Ik ging even langs mijn ouders, want ik moest nog de wastas van Zwitserland al heel lang brengen. En...
Er lag iets heel liefs in mijn brievenbus. Van een vriendin, ik moet echt huilen. Ik vind het zo lief als mensen cadeautjes geven of kaartjes sturen of zo. Maar ik kan dus niet laten zien. Ik heb niet heel lang meer gewacht met het geslacht. Want ik heb dus nu ook gisteravond geshopt online. En het is binnen. En ik wilde jullie echt laten zien. Maar dan zie je dus wat het geslacht is. En dan wou ik dus daar nog even mee wachten. Omdat de content anders niet gelijk loopt. Maar nu denk ik, zal ik het gewoon... Nou, ik weet het niet, jongens. In ieder geval, ik heb mijn auto uitgeruimd. Ik ben in de berging geweest. Ik heb zin in soms opgehaald. En... Oh ja, die box zat alleen maar brood in. Ik heb hem in de auto laten liggen. Ik kwam een vader en een meisje van school tegen. Toen zei ik, willen jullie twee broden? Het was alleen maar brood. De rest neem ik gewoon mee naar het weekendje morgen. Ik moet even eten. Ik heb heel veel honger. Ik heb de sokken gevonden. Ik heb de schoenen gevonden. Ik heb hier allemaal pakketten met kleding. Want ik had bij Boohoo natuurlijk pakken besteld. Maar ik denk dat ik dat nu niet moet gaan doen. Ik heb nog een jurkje besteld, misschien voor Emma Spice outfit. Ik weet niet of ik het pas. Dus ik ga even allemaal dat soort aanrommelingetjes doen. En ik moet ook mijn vlog nog, dus ik moet even hard aan de bak. Want het is al 6 uur of zo. 6:50. Logisch dat ik honger heb. Met alleen 2 eitjes. Jeetje. Wauw, kijk hoe mooi de lucht is. Goedemorgen jongens. Ik heb dus geen tijd om te vloggen. Maar alles wat ik heb besteld is zo groot. Echt, moet ik hiermee? Eerst mijn leven een strakke jurk. Kijk. Tadaa! Oh my god. Ik heb dus alleen... Het zou wel mooi zijn als ik ook een BH zou dragen. Die niet... Dit is een sport BH die alles plet. Zodat je ook nog een beetje borsten ziet. Ik ben altijd heel erg van... Ik hou er niet van om mijn borsten te showen of zo. Zou je niet zeggen. In de zomer namelijk zie je ze altijd. Maar ik hou niet van dat. Maar nu vind ik het wel... Ik heb namelijk wel borsten. Nu zijn ze wel heel erg plet. Maar hoe mooi... Misschien een, ja, ik vind het op camera een beetje oudbollig, maar het echt vind ik het wel heel mooi. Hier kan je ook lekker nog in groeien. Dat vind ik wel heel leuk. Ik heb nooit zoiets aan. Jongens, dit is echt weer een mijlpaal hoor. Ik zit echt zo... Ik denk, oeh. Moet alleen wel goed. Ik heb nu gewoon zo'n short eronder die ik in de zomer had te dragen. Maar die zijn echt totaal niet corrigerend of iets. Daar hou ik namelijk niet van. Maar het zit niet hoog genoeg. Dus ik moet even een goede hebben die echt dan mooi helemaal over je buik gaat. Deze zakte heet het af. En dus ook iets voor eronder. Ik heb nu dan een sport BH ding die dan wat losser zit. Dan zie je iets, dan heb je het niet een beetje ruimte om te bewegen, maar alsnog is het geplet. Maar die andere deed echt rip dit. Oh my god. En ik wilde dus ook naar de sportschool, maar dat is echt niet gelukt. Dus ik ga nu, ik moet hem nog wel even opmaken, maar ik moet even, kijk, dit ding is niet hoog genoeg. Misschien heb ik daar ook wel tijd om even te shoppen. I don't know, we moeten echt mega veel mee. Dus ik heb als het goed is alles. En dan en mijn bonusdochter zei, waarom sla je op je buik? Ze zei van, waarom sla je de baby? Maar dit kan wat, hoor. Het is echt voor het eerst in mijn leven dat ik zoiets aan heb. Gewoon voor het eerst. Ik heb nog nooit zoiets gedragen. Het is helemaal leuk. Oké, bye. Oh my god, mijn auto zit zo vol. Er moeten ook nog Larry's spullen erin. En alle inkopen die hij al gedaan heeft. En alle inkopen die we nog gaan doen. Ik ben echt benieuwd of het gaat passen. Anders moeten we eerst onze spullen in het huisje dumpen. En dan dumpen, daar neerzetten. En dan de boodschap doen? Ik weet het echt niet. Je zou toch denken dat als we op vakantie zijn geweest met z'n drieën met deze auto. Inclusief 3 personen. En de spullen voor 3 personen. Dat het wel moet passen. Lijkt me toch wel. Oh ja, iemand was met jou aan het flirten. Toch een beetje? Ja. Ja. Oh, hij doet zijn haar ook nog los, jongens. Kijk, hoppa. De tandartsman is er weer. De tandartsman is er weer. En we gaan een roadtrip doen. Wat is het adres? Rechts en dan rechts zeg ik. Ja. Oh. Moeten we weer de wijk uit. Nou ja. Maar vandaag hebben we toch geen programma verder? Nee, gewoon alleen een borrelplank. Iedereen komt. Dat is toch morgen? Nee, dat is vanavond. Daarom heb ik alle spullen wat jij hebt. Is vandaag. Oh, wat chill. Vanavond is. Ja, want morgenavond eten we. Eten van je moeder. Indisch. Ik dacht andersom. Nee. Want... Ik dacht omdat we dat nu gaan halen dat vanavond was. Nee, want het is gewoon, want we kunnen het gewoon lekker, het is net allemaal klaargemaakt. En het kunnen we nog allemaal intrekken. En dan is morgen nog, want dat is namelijk chill, want we hoeven bijna niks te doen. Ja, vandaag is borrelplank. Ik was dus helemaal in de war. Ja, want nu kunnen we gewoon rustig alles klaarmaken en iedereen druppelt een beetje binnen. Oh, beter, want ik hou, het liefst doe ik het ook alleen, zeg maar eigenlijk. Oh ja, ja. Nee, maar dat is helemaal goed. Ik ben echt heel slecht in samen een borrelplank maken. Oh nee, maar ik ben, dat is eigenlijk ook helemaal goed, want ik herken dat. Nou ja, dan denk ik, oké, je mag dan... Je hebt het namelijk al in je hoofd en anders moet je alles gaan uitleggen. Dan kun je het net zo zelf doen, dan ben je al klaar. En als iemand heel graag een eigen wil maken, dat is oké, maar ik maak liever zelf dan ook mijn eigen, zeg maar. Ja,
Maar ik dacht van, het is namelijk, je warmt het eten op en dan staat het buffet zeg maar gewoon van oké, half warm, half niet. En dan moet iemand, schuift dan later aan. Ik dacht van, dat is makkelijker voor gewoon morgen. Want als er dan activiteiten overdag zijn. Beter. Het is maar een klein uurtje en dan hebben we wel gewoon echt een uitgebreid Indisch buffet. Ja, top. Perfect. Toch? Morgen is er dan een lunch en zijn eigenlijk meer gegrilde groentes en zo. Lekker. Het enige waar ik geen zin in heb is dat ik dan heel vroeg in de ochtend het ontbijt moet klaarmaken. Nou, dat hoeft ook niet maar hoor. Maar dat moest, want stond er. Iedereen nee. Was. Als je gewoon iets later wakker bent, is het echt geen ja, want geen sommigen ramp, zijn echt ochtendmensen en die vinden het niet erg. Nee, want ik ben waarschijnlijk 6, 7 uur ben ik alweer wakker. Ja, ik dus niet. Dus dan ga ik, zet ik gewoon koffie en andere dingen klaar en dan ga ik... Vorig jaar, ik ging koken, ik had dan gewoon een idee van, ik wil gewoon een soort van hotelbuffet gewoon klaar neerzetten. Dus dan staat gewoon alle broodjes bij elkaar, alles heerlijk. Van, hoe heet dat? En je loopt dan zeg maar gewoon een rondje. Perfect. En dan pak je je bord en zet alles gewoon neer en denk van oké, dat is het. Ja, dat is perfect. Maar en de tweede dag dacht ik van oké, weet je, doe maar hoe jullie het willen. En dan werd alles gewoon neergekwakt. Was ook goed hoor. Ja. Maar het ochtend wil ook gewoon wat. Ja, in de ochtend wil iedereen denk ik vooral zijn eigen ritme een beetje hebben. Dat had ik in ieder geval gewoon, als ik dan verplicht om 7 uur al eten moet gaan maken. Oh nee. Echt geen zin in. Nee joh, maar het is ook gewoon, het is niet echt per se... Wat moet er nou echt gedaan worden? Ja. Het is ook gewoon van, nou ja, weet je, we kunnen gewoon een scramble egg met bacon en zo maken. Maar ja, dat is dan, dat is sowieso als laat, want je wilt dat warm hebben. Ja. En al dat koude ding kun je gewoon al klaarzetten. En wat een mazzel maakt het weer, dus niet normaal. Ja, echt hè. Maar daar ook? Ja, als we geluk hebben, zien we misschien nog een noorderlicht. Gisteren was ook mooi. Ja, want gisteravond was dus noorderlicht gespot in Friesland. Dat bericht wat ik had gestuurd was dus een dorpje waar we bij de Aldi gaan. Wow. Dus dat is echt een kwartiertje rijden van waar wij... Vet. Dus dat is eigenlijk wel echt heel... Ik kan nog een hele stuk naar voren. Kun je ook nog op de grond achter nog spullen zetten. Het lijkt wel zomer. Niet normaal, we zijn er. Ja. Finally. Hele auto vol. Kijk naar hoe ze daar zitten. Wauw. Leuk die touwen ook. Hier hebben we dus gewoon een hele serre. Ja, daar is het ook lekker warm. Yummy. Heel leuk. Nou, waar is mijn boek? Oh my god, we zaten zo lekker in de zon. Maar ik dacht, ik moet nu even gaan beginnen met de borrelplank. Kijk, daar zitten ze allemaal lekker buiten. Het is wel waanzinnig hoor. Maar ik ben natuurlijk echt... Ik moet helemaal in mijn focus zitten voor die borrelplank. Ik ga nu beginnen voordat iedereen er is. Oh nee. De chaos kan beginnen. Oh, wat laat zien, muff? Ja. Oké, ik zal jullie natuurlijk even laten zien wat we allemaal hebben. Ik ga dus de borrelplanken maken. Dit is vlees. Dit is van de Turk. Zoete pepertjes en avocado roomkaas. Dit. Dan hebben we nog deze. Dippies. Allemaal van verschillende winkels. Deze. En... Voorbij de kaas en dan echt heel veel kaas, hè, vind ik. Maar wel heel lekker. Als het goed is, is volgens mij alles gepasteuriseerd. Geit, Bastiaanse geit. De Lise Bourgogne heerde. Kruidenboter nog maken. Toast, er komt nog meer aan. Oh,
Wat kunnen we op die zwarte knoflook doen? Ik moet mijn buik uitdoen. Ja. Ik moet hem niet inhouden. Dan is het goed dan. Zo leuk. Ook zo leuk dat je zo blij bent. Ja, ik ben heel blij. Deze is klaar. Ik ben om 5 uur begonnen. Ja, ik weet het. Het duurt echt stiekem lang. Gewoon een buffetvorm doen. Ja, fantastisch. Ja, deze is wel mooi. Maar op zich mag je al van mij op tafel. Van Peter. Nee, ik doe zelf. Maar op deze camera vind ik het minder mooi dan in het echt. Jammer. Je mag hem als je wil al neerzetten hoor. Oké, en deze borrelplank is ook af. Zal ik die erheen brengen? Ik breng wel, want ik ben nu klaar. Maar het is wel minder mooi, vind ik, met dit licht. Maar ja. Moet je de agenda regelen? Ja. Hallo, het is 2:30. Ik heb mijn camera lekker weggelaten. Want het is... volgens mij ben ik de tweede die gaat slapen. Ik dacht, nu ga ik maar. Want ik wil gewoon ook morgen nog een beetje fit zijn. Maar we zitten letterlijk de hele avond karaoke te doen met z'n allen. En het is zo gezellig. Ik ben helemaal verbaasd, want het is echt iedereen, heel veel mensen kunnen zingen en sommigen ook niet. En die zingen ook, iedereen wil in ieder geval zingen, kan zingen of juist helemaal niet. En het is echt zo leuk en gezellig. I love it. Dat echt gewoon zoveel mensen meedoen met karaoke. Ik hou ervan. Heel leuk. En het is ook echt leuk dat je collega's gewoon op een andere manier leert kennen. En ik zie allemaal... oh, het zijn doodgeslagen insecten. Iedereen zei zoiets, moet je niet slapen, wil je niet back off, maar... hoe is mijn buik? Ik zei ook, ik moet hem echt uitdoen. Maar nu aan het eind van de avond is hij wel echt uit. Dit is echt... ik heb echt nooit zulke kleren aan, dus ik vind het leuk. We hebben hier lekker een wasbakje in de kamer, dus ik ga gewoon lekker hier mijn make-up eraf halen. Tanden poetsen. Ik dacht, misschien kan ik niet slapen met de herrie, maar het valt eigenlijk wel mee. Je hoort het bijna niet. Ik heb een oordopje gekregen van een collega, een nieuw oordopje. Dus die moet ik echt met mijn leven bewaken. Ik lig lekker hier en dan ligt Tessa daar... helemaal toppie. Toen ik aankwam dacht ik echt van, oh nee, kan dit niet. Ik kan niet hier slapen. En nu denk ik echt, oh my god, zo gezellig. Helemaal leuk, helemaal zin in. Dus ik zie jullie morgen. Good morning. Good morning. Tot 8:30 geslapen. Wel een paar keer wakker. Maar mijn roommate was echt de chillste ever. Ik hoorde haar echt niet. En lekker gedoucht. Het is eigenlijk heel chill. Iedereen is helemaal gezellig samen. Maar je kan ook je eigen ding doen. Het is echt perfect. Ik ga even lekker mijn crampjes op. Mijn huis is helemaal droog. Zo lekker haar vast. Crampje op. Lenzen in. En zo dus beneden helemaal zo'n ontbijtbuffet gehaakt. Ik ga even gewoon lekker met badjas. Boeien. Heerlijk. Je kan echt helemaal jezelf zijn. Dat vind ik wel heel chill hoor. Ik ben niet zo van dit soort weekendjes. Ik vind het altijd best wel spannend. Want ja, gewoon dan ben ik bang of het is te druk. Of je voelt je niet helemaal op je gemak. Of je slaapt niet. Maar dit is echt allemaal toppie tot nu toe. En ik wil ook gewoon makkelijk worden met dingen. Maar het is echt heel leuk. Het is echt perfect. Ik ga even naar het ontbijt. Kijk nou hoe gezellig. Ik was laat. Het enige wat ik wilde was eigenlijk een ei. Maar die is op. Dus die ga ik nu koken. Wel lekker. Oh, misschien heb ik wel een croissant. Dat lijkt me ook wel lekker. Ik heb gisteren mijn sinaasappelsap-fles verstopt in Poli. Iedereen wist het hoor, maar ik zei, jullie mogen niet mijn sinaasappelsap bakken. Ik moet het hebben elke dag. Dus cheers. Kijk nou, iemand heeft de melk op de kamer mee. We hebben havermelk, dus gewoon helemaal cappuccino, alles hier. Hoe lekker. Doetje, vet stuk. We zijn in groep. Kijk even. Al deze kopjes wil ik. Kijk dit. Ik vind dat ik deze voor mezelf moet kopen. Je bent nog maar net om de hoek. Hot mama. En deze voor haar. Wat leuk. Naughty this. Dit is geweldig. Dit is allemaal echt geweldig. Heel leuk. Laat je meer pik, ja je minder. Wat? Deze? Kijk nou hoe leuk. Gewoon allemaal met rolstrietjes. Dan kom je er wel. Ja. Hier zijn we nu. Lekker man. We hebben spelletjes gehad. Ik heb geslapen ook. En we gaan nu lekker eten. Hier is zo mooi die servetjes eromheen gedaan. Dit is het laatste. Dit is de vegetarische. Wow. Kijk. Meer de bolognese? Ja. Heb je genoeg opgeschreven? Ja. Lekker man.
Kijk maar hoe lekker. Ik eet ook echt nooit vlees. Dus het is wel echt heel lekker. Ja. Heerlijk gegeten. Alleen wel echt buikpijn van al dat kruidige, pittige eten. Dus dat wordt leuk. Maar ik ben toch zwanger. Dus het boeit niet als mijn buik dik is. Alleen het is wel vervelend. De Spice Girl outfit. Deze heb ik dus nog. De sokken heb ik dus nog. Hel, ik heb hier helemaal zin in. Panty weet ik niet of ik... Of die goed is en of die past. Broekje. Dit is dus niet per se Spice Girl. Alleen ik dacht, dit heb ik. En dan is dat gewoon leuk als Spice Girl. En een plak BH. En dan ga ik zo ook voor een collega Harlequin. Of Harlequin. Of schminken op haar gezicht. En dan heb ik dus nog... Dit vond ik leuk erbij. Oh my god, mijn outfit wordt zo leuk. En... Tadaa! Wie wat bewaart. Helemaal leuk. Oké, ik ben klaar. Er is iets ouderlijks aan, maar we hebben geen tijd meer. Nee. Wow, dat is zo leuk. Wat is dit dan? We moeten allemaal ons liedje en dan moeten we de catwalk doen. Wat is dit? Ik ken het maar ik weet... Danny de Munk! Zonder naam. We zitten dus in een team, maar we zijn allemaal heel slecht. Ja, het is wel mooi, hè? Mag ik pakken? Wat was het? Ja, vijgen zijn heerlijk. Oh, koud. Het is 11 uur. Wij gaan nu opruimen. Oh, ik ben wel echt blij dat ik lekker thuis slapen. Ik wou nog even mijn outfit laten zien. Maar het gaat toch lukken? Het lukt dus niet. Die plak bij haar ook. Dat was echt totaal niet nodig geweest. Maar... Ik ga het nu weer uit doen, jongens, want hier in rijden is niet echt het allerchillste op aarde. Bye! I survived. Wauw. Joh, had ik verteld dat ik naar huis ging? Ik en mijn roommate Tessa besloten om lekker naar huis te gaan. Ik wilde eigenlijk al morgen dan doorrijden naar Zoetermeer, omdat ik anders gewoon mijn bonusdochter en Poesie en Heel gewoon zo lang niet zie. En toen dacht ik, ja weet je, ik kan ook gewoon in de avond om 11 uur gaan rijden, want... Dan slaap ik lekker en dan ben ik hier en dan heb ik echt nog een hele zondag. En toen wilden zij eigenlijk ook wel graag gewoon bij haar kids zijn. Dus we besloten samen te gaan. Maar het was noodweer. Zij is dus voor gaan rijden. Maar we hebben dus gewoon die hele route. Ik moest op een gegeven moment eraf bij Almere naar Utrecht. We hebben een uur of zo dan zeg maar samen gereden. En ook gebeld en zo. En ik achter haar aan. Het was echt heel eng. Ik kon haar volgen. Maar zij zag gewoon letterlijk niets. Geen lampen. Eerst echt zo'n... boerenweggetje en de snelweg gewoon geen lichten. En toen ging ik alleen, had ik nog een kwartiertje, echt noodweer. En toen het laatste stuk ging de regen weg. Dacht ik echt, halleluja. Ik heb echt precies 2 uur gereden. Het is nu 2:30 s'nachts. Dus ik ga lekker bij haar in bed kruipen. Ja, en ik denk, ja weet je, nu ben ik er tenminste. Dus ik ga even mijn belangrijkste spullen meenemen. En dan lekker hier slapen en Poesie ook zien. Ik zo fijn dat ik er nu dan ben en niet morgenochtend in alle hectiek. Toppie! Oh my god, ze heeft me dus heel erg gemist. En ik haar ook. Ze lag beneden in het kantoor. We gingen daar echt 5 minuten knuffelen. Toen kwam ze helemaal naar me toe. Ging ze op de grond helemaal rollen. Gingen we daar knuffelen. Ik ga nog niet naar bed. Ik ga even met haar knuffelen. Helemaal aan het knorren. Ze heeft me echt gemist, die kleine wezen. Ah, schat. Oh, ik ben echt blij dat ik gekomen ben. Er zijn hier 3 belangrijke personen die ik even moest zien. Oh, je bent zo lief. Zal ik even hier op de bank gaan slapen, zodat we samen kunnen slapen? Je bent zo lief. Je bent zo schatje. Ik hou van jou. Ik heb er echt 1000 kusjes op haar hoofd gegeven. Oh. Ja? Oh, schatje. Hebben we elkaar zo erg. De laatste tijd is ze zo lief. Oh, liefje. Ik moet echt elke week komen, hè? We moeten elkaar wel elke week zien, hè? Ze zijn de hele dag aan het knuffelen. Ik heb een zwangerschapspanty gekocht. Ik vind hem best wel chill. Ik ben hem nu aan het aantrekken. Ik merk wel dat alles rondom de zwangerschap valt groter. Dus ik had dus ook kleren besteld in mijn eigen maat. En dat is allemaal heel groot. Ik denk, een maat is toch een maat? Maar... Ik dacht, het is leuk voor bij die zwarte jurk, maar het is echt heel chill. Het zit hier gewoon lekker bij je buik.
gewoon ruimte voor. Heerlijk. Ik vind dat deze vind ik goed. Hij heeft ook niet bij even JJ zo'n lijn hier. De lijnen zitten zeg maar aan de zijkant. Dat is heel lekker. Oh, ik ontdek nu wel een nadeel. En dat is dat die stof heel glad is. Waardoor hij helemaal gaat schuiven. Dus je moet echt goede sokken eroverheen. Dat hij op zijn plek blijft. En eigenlijk ook een broekje. Ah, jammer. Hij is echt heel glad, weet je wel. Ze zeggen wel dat hij ultra strong is. Gewoon, het gaat de hele tijd verschuiven. Dan loop je de dag te hijsen. Jammer. Poesie. We gaan een film kijken. Hij heet Uprising. Met het poesje. Doe jij paturaan erbij? Ik hou juist van de natuurlijke smaak van aardappel. We eten aardappels vanavond. Want daar had ik echt zin in. Doordat we gisteren zo lekker aardappelden. Ja, perfect. Gewoon met wat zout. En dit is dan witlof met van die schimmelgeitenkaas. Super lekker. Duurt dit lang? Waar staat het op? Goedemorgen. Ik ben onderweg. Ik vond net in mijn tas deze oogpetjes nog. Ik dacht, waarom doe ik dit nu gewoon lekker op in de auto? Why not? Mijn huid is zo droog. Ik heb wel wat beter geslapen dan vorige keer. Ik denk dat ik nu al 7 uurtjes heb geslapen. Dus dat vorige keer was het echt geen succes met die 4 uur slaap. Maar vorige week hakte er wel in. Want het was natuurlijk zo'n pittige week. Dus ik ben heel benieuwd. Ik weet ook nog niet wat ik vandaag moet doen. Of ik moet invallen. Zo ja, op welke locatie. Dus ik ben daar dan om 7:30 nu als er geen file komt. Als ik naar die andere locatie moet, moet ik wel even mijn telefoon in de gaten houden. Ik ben benieuwd. Zo, lekker thuis gewoon in dit. Mijn dag bestond uit snijwerk, inscannen, snelhechtermapjes, dat soort dingen. Omdat ik niet hoefde in te vallen. Oh my god, en nu moet ik echt heel veel uitruimen. Het is zo raar, ik was gewoon helemaal vergeten hoe ik mijn huis heb achtergelaten. Was dus, mijn hele zout- en peperstel was opengevallen toen ik net weg moest, zeg maar. Dus toen wilde ik de robot aanzetten, maar ik ben het gewoon helemaal vergeten. Mijn hoofd zit gewoon helemaal niet bij dit huis. Ik was natuurlijk een weekendje weg en toen in Zoetermeer. Dus ik was dit echt compleet vergeten. Hier een hele Coro shoplog die ik nog voor jullie heb. Die kwam ook toen net binnen. Daar was ik de boehoe kleding aan het uitpakken en van alles. Chaos. En dan moet ik nu ook nog die hele bolderkar hier gaan uitruimen. Dus chillen gaat nog even duren. Hallo, goedemiddag. Wisten jullie dat dit op brood echt zo lekker is? Oh my god, I love it. Yummy. Ben thuis, ben nog even langs mijn moeder gegaan, want Oliver was er ook, dus die ook even gezien. Even wat kleine boodschapjes gedaan. Dit zijn mijn boodschappen. Mijn stem is een beetje medium. Hoppa. Goedemorgen. Too tired to function. Ik ben blij dat ik op het eind van de vlog mijn werkbeelden heb, want als dit mijn begin van mijn vlog was, zo zei. Oh, ik ben ook echt aangekomen ineens. Ik ben nu weer op mijn startgewicht. Ik was 2 kilo lichter geworden, nu ben ik weer op mijn startgewicht. Ik zie het ook wel aan mezelf. Het is natuurlijk de buik, maar ik voel me ook wel een beetje moe. Het is niet dat ik slecht heb gegeten, maar ik heb wel iets meer honger. Ik wil gewoon, weet je, al het gewicht wat erbij komt, wat gewoon goed is, is goed. Maar ik wil niet meer dan nodig. Ik ga ook wel proberen na mijn werk, je ziet nu echt buik, om naar de sportschool weer te gaan. Want ik ben bijna 2 weken niet geweest en dat vind ik gewoon echt niet lekker voelen. Ik voel het aan alles. Ik vind dat sporten zo lekker, maar het is er gewoon niet van gekomen. Dus ik heb het ook losgelaten, maar nu wil ik wel echt. En als het vanmiddag echt niet gaat, dan morgen. Maar ook mijn rug. Gewoon. Ik merk gewoon dat ik zoveel meer rugpijn heb als ik niet train. Dus, dat was mijn geklaag. En nu ga ik naar mijn werk. Mama werkt ook vandaag. Hoi mama. Heel lekker. Mij gaat altijd zo schuin als ik op mijn borst ga. Ja, ik ga sporten. Echt bijna 2 weken niet geweest. Ik heb trouwens zo stom op de bank maandagavond mijn mascara eraf zitten pulken. En daardoor echt heel veel wimpers eruit getrokken. Ik deed dat vroeger dus ook. Maar zo stom. Gewoon uit een soort van verveling of zo in de avond. En dan had ik echt geleerd om dan gewoon een badje met make-up remover te pakken en het weg te halen. Maar nu dus helemaal weer mijn wimpers kwijt. Maar echt erg. Kijk. Oh, dat ik dit ook laat zien. Maar wat erg. Dit is echt heel erg. Hier valt het heel erg mee. Moet je kijken. Ik heb nu dus weer zitten pulken. Het is heel stom. Het is een soort obsessie. Dat ik dus heel erg moe ben. En ik zit dus op de bank. Of ik zit achter mijn laptop. Ik heb het volgens mij nooit verteld. En dan ga ik dus uit vermoeidheid of zo
ga ik dan dus aan mascara zitten pulken. En ik heb dus echt van die hele extreme waterproof mascara. En als je daar aan pulkt, dan trek je het er gewoon helemaal uit. En dat is, dan zit ik dus, ben ik zo moe. En dan zit ik dus helemaal iets te lezen op mijn laptop of op de tv iets te kijken. En dan heb ik het dus gewoon niet in de gaten. En ik had dat heel lang niet meer. Maar ik ben natuurlijk nu weer zo moe door die zwangerschap. Dat ik het nu dus weer heb gedaan. Dat moet ik echt niet meer doen. En elke keer blij dat het weer aangroeit. Maar voor hetzelfde geld groeit het niet meer, weet je. Maar in ieder geval, ik ga sporten. Mijn lichaam mist het zo erg. Ik krijg er zoveel energie van en zoveel kracht. En we hebben elke woensdag een bord en een werksessie op school. En dan moet je dus ook staan. En ik ging echt... Het is echt de bedoeling dat je staat. En ik ging dus zitten. En dat vonden ze natuurlijk gewoon oké. Maar mijn rug, ja, ik ben gewoon afgetakeld. Maar ik zag ook gisteravond dat ik die beelden aan het editen van het weekendje weg. En ik heb echt niet veel gevlogd, maar wel mijn best gedaan om gewoon een beetje een beeld te creëren voor jullie. Toen zag ik het terug, toen dacht ik, jeetje, dat was het eigenlijk een onwijs vermoeiend weekend. Iedereen zei al, waarom ben je hier? Maar het was gewoon echt heel slopend, dus ik ben gewoon kapot. Morgen komt Rebecca. Vrijdag ga ik weer naar Zoetermeer, dus het is gewoon best wel druk. Maar volgende week hebben we lesvrije week. Dat betekent dat wij wel werken, maar de kinderen niet. Ik moet alleen dinsdag wel voor de groep, want de andere locatie heeft wel school. Toen moest ik daar dus gaan invallen. Maar goed, daarna een weekje herfstvakantie. Dus ben ik wel heel erg aan toe. Heb ik heel veel zin in. Anyhow, ik wil dus heel graag lekker naar de sportschool. Dus ik ga gewoon. Ik weet hoe ik daar ga zitten. Dan zit ik daar zo. Ik ga. Het is zo grappig. Ik zei gisteren nog tegen mijn broertje, mijn moeder. Met krachttraining zeg maar. De eerste. Ik denk dat ik het eerste anderhalf jaar heb ik nog pijn gekregen door kracht. Gewoon dat ik echt meer pijn kreeg. En daarna kwam ik op dat niveau. Dat je dus voelt als je hard traint. Dat je dus minder rugklachten hebt. Wow. Sommige mensen kijken echt niet uit. Dus ik hoop dat ik nu niet meer rugpijn heb door de zwangerschap. Wat iedereen zegt. Nu al. Maar ik hoop dus dat ik nu meer rugpijn heb. Omdat ik lang niet heb getraind. Dat hoop ik echt. En dat het dus morgen beter is. We gaan het zien. Sorry voor mijn geklaag nogmaals. Maar dat is hoe het is. En dan was het best wel iets helemaal niet leuk. Maar ik vind dat dus leuk, omdat ik dan weer een avontuur heb meegemaakt. Ik ging dus in de pauze eventjes eten halen. Zoals elke dag. Ik had een heel lekker broodje caprese. Toevallig ging mijn moeder ook, wist ik niet. Die kwam daarna ook. Dus, ik kom uit die supermarkt. Ik was best wel een tijdje binnen, want ik wist niet wat ik wilde. Een kwartier of zo. En er staat dus zo'n... Ja, zo'n soort van kinderwagen die je aan een fiets koppelt. Weet je wel, zo'n megacar eigenlijk. Met plastic voor en zo'n grote haak. Met een keihard huilend babytje erin. Maar echt een baby. Ja, ik denk echt een paar maanden, toch? 6,5 jaar, ik weet niet. Gewoon echt wel een baby. Keihard janken. Dus ik loop daar langs en stop, want ik ga daar niet langs lopen. En andere mensen liepen daar dus langs. En een oudere vrouw zei tegen mij, hoort die bij jou? Ik zei, nee. Ze zegt, want die zit al heel lang te huilen. Dus die vrouw zat ook in de gaten te houden. Nou ja, wat ik dus meteen denk is, ik trek dus altijd van die types aan. Weet je, ik ben dan weer die persoon die dan die baby gaat helpen. Of erbij gaat zitten van, wat is er aan de hand? Want je ziet een baby op straat, is eentje. Dat is heel, heel raar. En dan krijg ik weer te maken met zo'n vrouw die dan mij in elkaar wil slaan. Weet je, dat heb ik altijd. Dat je dan iets goed bedoelt en dan komt zo'n vrouw. Wat zit je aan mijn kind, bemoeien? Dus daar was ik bang voor. En toen dacht ik, ja, sorry. Daar moet ik dan toch echt boven staan, want dat kind gaat voor. Dus ik bleef en die oude vrouw bleef ook. Toen liep er een man langs en die zei, ja, deze wagen staat er al minstens een kwartier met die baby alleen. Maar de zon scheen en die baby zat achter plastic, wat je zo met klittenband vastzet. Dus ik dacht ook, ja, ik wil dat plastic weghalen. Ik wil dat kind bij wijze van spreken vastpakken. Hij was keihard aan het huilen. Gewoon alleen, dat wil een baby gewoon niet. Maar ik dacht alleen maar, oh nee, dat komt iemand aan. En die wordt dan heel boos. Dus op een gegeven moment zeiden die vrouw en ik wel van, kom, we halen dat plastic wel los. Want het is bloedheet achter dat plastic. Plastic losgehaald, een beetje open gedaan. Toen die vrouw gaf het speentje. Toen stopte de baby met huilen, echt zo schattig. En toen ik deed gewoon mijn hand erin. Toen pakte de baby gewoon mijn hand vast. Ik dacht eerst, ja, ik mag die baby niet zomaar gaan aanraken. Het was niet zo jong dat het dan gevaarlijk is. Weet je wel, wat je altijd net, het was niet een net geboren baby. Misschien was hij wel 1. Nee, hij was geen 1. Ik weet het eigenlijk niet. Maar het was een baby, toch? Ja.
baby? Dreumen? Ik weet het niet. Heel klein. Echt heel klein. Ik zit nu echt te denken, hoe kom ik achter hoe oud? Ik weet het eigenlijk helemaal niet, joh. Wow, het is rustig. In ieder geval, die baby heeft helemaal mijn hand vast. Super lief. Die baby begint kaart naar me te lachen en naar die mevrouw. En ik ben gewoon op de grond gaan zitten ernaast. Gewoon op mijn billen op de grond. En die baby gaan vasthouden. En toen ging die man naar de Albert Heijn. Om te vragen of ze daar wilde omroepen. Van wie is dit kind? Toen kwam toevallig mijn moeder eraan. Toen vroeg ik of ze een foto in de Weespersluis app wilde sturen. Van wie is ze kind vergeten? En toen zei ik al, ik denk dat dit gewoon, dit hoor je wel eens. Beginnende ouders of net bevallen moeders, whatever. Dat die zo moe zijn en zoveel stress ervaren. Dat ze gewoon hun kind vergeten. Dat kan gebeuren, hoe erg ook, het kan gebeuren. En toen dacht ik nog, ja, wat als het echt iemand is die zijn kind niet meer wil, een bewuste kind neerzetten. Weet je, dat soort verhalen. Nou, we hebben daar best wel lang gezeten. 25 minuten, denk ik. En toen kwam er dus, ik was helemaal verliefd op die baby. Ik was helemaal aan het connecten. Het was een jongetje, hij was zo schattig. Die vrouw ging op een gegeven moment ook, bleef wel, maar ik zat in mijn eentje daar. En ik zat gewoon lekker een beetje met die baby te lachen. En tegen de baby te praten, handje vastpakken, voetjes kietelen. En die baby was helemaal chill. Want toen we dat plastic eraf gingen halen. Toen we dat plastic eraf haalden. Toen ging die vrouw dus ook voelen. Ze zei, oh, hij is zo heet. Hij was zo hard aan het huilen. En ik zei ook, ja. Ik heb toevallig laatst ergens in een podcast of zo gehoord. Dat je dus later als volwassene echt issues kan hebben. Omdat je als baby te lang alleen bent gelaten. Of te lang bent laten doorhuilen. Dus ik dacht alleen maar, oh my god, toch zegt die baby later allemaal issues. Want die dus ooit, dit komt er dan uit als een therapie sessie toch? Van, je bent ooit alleen gelaten in een wagen op straat. Nou ja, anyhow, die vader komt eraan en was gelukkig dus aardig. Want dat was mijn grootste zorg, van straks gaat hij ons uitschelden. Moest hij dus ook huilen, het was heel zielig. En die oude vrouw was best wel pittig tegen hem, van laat nooit je kind op straat en zo. Maar hij zei, ik ben gewoon echt na de boodschappen vergeten dit vast te koppelen. Ik dacht dat ik dat vastgekoppeld. Dat zit natuurlijk dan achter je aan in plaats van voor je. Ja, dat is ook niet slim. Hij zegt, ik dacht dat het achter me aan vastgekoppeld zat. Ik kom thuis, baby is er niet. Echt, maar die, ja, ik heb het dan meteen te doen met die man. Ik denk dan niet sukkel. Ik denk dan, ja, het kan iedereen overkomen. Het is niet slim. De vrouw zegt, moet je het nooit meer doen. Toen zei ik, nou, dit gaat hij nooit meer doen. Weet je, dit, als je dit ooit hebt meegemaakt. Maar hij begon, had helemaal traantjes in zijn ogen. Dus ik zei alleen maar dat hij zo'n lief kind had. En ik vroeg hoe die heette. En een beetje gerustgesteld. Denk ik, ja, daar kan je ook toch niet boos op zijn dan. En hij had ook een broertje. Ik zeg tegen die broer, miste je kleine broertje niet? Die was er helemaal niet meer. Dus, maar ik denk wel van, iedereen woont hier zo dichtbij. Want die supermarkt is er net een week. Hoe kan je dan zo later pas achterkomen dat je kind er niet was? Want we stonden daar echt 25 minuten of zo. Maar in ieder geval, ik was daarna helemaal een soort van hyped. Omdat ik het dus een... Het was heel zielig voor dat kind, maar ik vind dat dan dus weer een leuke ervaring dat ik dus zo'n avontuur heb beleefd. Het klinkt misschien heel gestoord. Het was natuurlijk heel zielig voor die vader, maar ik vond het gewoon leuk dat ik heb kunnen helpen en dat ik goed heb gehandeld. En ja, dat jongetje was gewoon zo ontzettend schattig. Het was zo'n schattig kind. Dus ja, het was gewoon weer een heel avontuur. En gelukkig is het goed afgelopen. Ik heb zoveel hoofdpijn. En nu ga ik sporten. Ik ben de enige auto. Het is heel rustig. Iedereen is natuurlijk woensdagmiddag met zijn kids en zo. Ja, oké. Ik ben benieuwd wat jullie hadden gedaan. Ik denk dat jullie allemaal gaan zeggen dat jullie ook dat luikje van die baby hadden opengemaakt en erbij zouden zijn gebleven. De volgende stap wat we wilden doen is toch politie bellen, maar toen kwam die man. Dus, maar het was echt een super schattig jochie. Heel lief. Ja, gos. Wat een ervaring. Hebben jullie dit ooit meegemaakt? Let me know. Doei, ik ga slapen. De shop, de vlog van Coro komt in mijn volgende vlog. En heel erg bedankt voor het kijken. Maandag weer een extra video. De televisie weer. Love jullie en tot snel. Doei.